De voorstelling Een Lolita van Julie van den Bergen is een tekst geschreven door huisdramaturg en auteur Bernard de Wulf. Julie haalde haar inspiratie bij Lolita, het taboeboek, de schandaalroman van Nabokov. Ze is en ze blijft gecharmeerd door de verschroeiende literaire kwaliteiten van dat boek. Nabokov schreef het in 1955. Een man, Humbert Humbert, gecultiveerd wetenschapper, vertelt over zijn relatie met de 12-jarige dochter van zijn huisbazin. Lolita is heel vaak afgedaan als een boek over pedofilie, maar eigenlijk gaat het over het verlangen naar pubers. In de psychologie benoemd als efebologie, de man die verlangt naar een kindvrouwtje. Zijn interesse begint als het meisje vrouwelijke trekken begint te vertonen, maar als ze een echte vrouw is geworden, verdwijnt die belangstelling weer. Lolita is vanaf de publicatie een controversiële roman geweest. Niet alleen vanwege het manisch-erotische perspectief van Humbert, maar ook vanwege de leeftijd van Lolita. Inmiddels is het boek de schandaalsfeer ontstegen en wordt het door de critici beoordeeld op zijn literaire kwaliteiten. Velen van hen rekenen het tot het beste wat literatuur in de 20e eeuw heeft voortgebracht. De roman geeft vooral een psychologisch beeld van het meisje achter het seksobject en een empathisch portret van haar aanbidder. Een belangrijk thema dat voortdurend voelbaar is in de persoon van Humbert is de drang tot het najagen van lustgevoelens, zelfs ten koste van andermans leven. Typerend zijn ook de vele woordspelingen en allusies. Soms krijgt het boek daarmee iets van een puzzel. Met betrekking tot de figuur van Lolita zijn bijvoorbeeld verholen referenties te ontdekken naar Alice in Wonderland, De Kleine Zeemermin en Tristan en Isolde, om er maar een aantal te noemen. Juist omwille van de grote stijlrijkdom bleek dit boek niet zomaar 1, 2, 3 omzetbaar naar theater. Maar Julie van den Bergen wou koste wat het kost met dit materiaal aan de slag en ze ging met Bernard de Wulf een verbond aan om een nieuw verhaal te schrijven. Schatplichtig aan Lolita, maar anderzijds ook verrassend anders. Anders in die zin dat er twee monologen werden geschreven, één voor de man, één voor de vrouw. In zijn tekst gaat de Wulf in op de onomkoombaarheid van het ouder worden. De twee personages blikken immers op latere leeftijd terug op in affaire en de weemoed die opkomt om de tijd die gestaag en onverbiddelijk voorbij gaat, werpt een schaduw op hun herinneringen. Herinneringen die in deze voorstelling elkaar kruisen, nooit echt met elkaar in confrontatie gaan. De vrouw probeert het verleden fel op te roepen, maar is ook vervuld van een bijzondere droefenis om wat voorbij is. De man is afstandelijker, somber, melancholisch. Zijn verhalen zitten in het spreekwoordelijke vriesvak. Een Lolita gaat niet over dader en slachtoffer. Niemand wordt veroordeeld, er wordt niet gemoraliseerd, maar toont de complexiteit van het onderwerp. Ondanks het feit dat de levens van de hoofdpersonages hecht vervlochten zijn geweest, ontmoeten ze elkaar in de voorstelling niet. Of het moest zijn in een soort van droombeeld. De man ontdubbelt als bejaarde, verenigd met zijn aanbeden Lolita. Juist dat droombeeld versterkt een derde thema van de tekst. De eenzaamheid van elke mens. Eenzaamheid als vanzelfsprekende staat van zijn. Zoals Bernard de Wulf het omschrijft. Wij wensen u een zeer fijne voorstelling.